Want de VLD gaat het morgen doen werken. Hè? Dus de afgelopen 25 jaar moet je vergeten. Maar morgen gaan ze het echt doen. Hè? Yeah. Niet gewoon doen, maar morgen doen. Leuk, hè? Zeg dat? Leuk? Ja, ja dank je. Niemand gelooft dat toch? Yeah. Ja, we moeten ons gewoon tot de conclusie brengen dat het beste is om elk onze weg te gaan. Ja, wondermooi. V-Cast is de vodcast van V-News. Deze podcast kent dus taboes nog politieke correctheid. Wel bespreken we de echte feiten, ongefilterd en met interessante en spraakmakende gasten. We zeggen luid op wat u denkt en nodigen uit wie de systeempers weert. Goedendag en welkom bij VK's, de podcast van VNieuws. Naast mij zit Jonas Najaert, onze hoofdredacteur, en ik ben Robin Gouy, redactiechef. Onze gast voor vandaag is een ware veteraan van de Vlaamse beweging en een actieve soldaat aan de frontlinie. Tegen verfransing en vervreemding. Hij heeft een hart voor de Vlaamsrand en is de schrik van Ben Weitz en in feite iedereen die tegen hem in een debat uitgespeeld wordt. Welkom, Klaas Lootmans. Goedemiddag. Ja, flinke introductie. Ja. Na deze introductie eh, beginnen we altijd met de ijsbreker. Ijsbreker, welke mens zit hier voor ons? En daarvoor mag je alsjeblieft, Klaas, een van die kaartjes trekken, eh, voorlezen en graag beantwoorden. Um, hoe vermijd je om um, opportuniteiten um, te vermijden, eigenlijk in het leven? Dus hoe neem je opportuniteiten? Ja, dat de... How do you prevent missed opportunities? Mm, oké. Okay. Um, ja, ik zou daarop uh, antwoorden door uh, altijd ja te zeggen wanneer er een uitdaging op je op pad komt. Ik heb uh, in het leven heel wat uh, deuren voor mij zien uh, opengaan, en dan is het altijd de vraag of je. Daarbinnen wandelt ja dan nee. En heel vaak hebben mensen die um, ja, geen heel grote uh, stappen hebben gezet in het leven, dat vaak te danken aan de keuzes die zij, die zij gemaakt hebben door soms nee te zeggen waar zij eigenlijk beter ja hadden gezegd. Ik zeg niet dat je altijd ja moet zeggen in het leven, maar het geeft wel heel wat pit uh, aan het leven en het vergroot ook het, uh, het potentieel en de rijkdom uh, in je leven. Dus ik, ik ben een absolute ja-er. Het is, het, is het is natuurlijk Vlaams, hè, want Vlamingen zijn zeer onklaar. Maar het is wel maar, heel stoïcijns, in feite. Want uh, ze zeggen, binnen uh, in stoïcisme, amor fati, wordt gezegd. Je, je, je moet het lot ervan houden, eigenlijk. Je moet het omarmen. En wanneer opportuniteiten zich presenteren, moet je ze ook nemen, natuurlijk. Kansen krijgen is kansen nemen. Alsjeblieft. Oké. Okay. Okay. Uh, We gaan eens overgaan bij deze, naar het, het eerste inhoudelijke deeltje van onze podcast. En dat is de keelgrijper. Keelgrijper. Welke gebeurtenis bleef u bij deze week? Klaas, wat greep jou deze week naar de keel? Als ik heel eerlijk ben, greep mij de RTL-peiling naar de keel. Dus De commerciële zender, vanaf Franstalige, kwam afgelopen week op de proppen met hun peiling, waaruit bleek dat 1 op 10 Vlamingen nog voor de VLD zou stemmen. Ja, u, lacht, u lacht daarmee, zij dus hadden iets meer dan 9% in die peiling. Als je het parcours van de Liberale Partij bekijkt sinds Verhofstadt 99 tot uh, nu, ja, dan is dat eigenlijk één groot debakkel. Uh, zij hebben ons belastingsverlagingen beloofd. Zij hebben de afschaffing van de successierechten uh, beloofd. Zij hebben uh, ja, vormen van immigratiestoppen beloofd. Hè. Zij hebben het confederalisme beloofd in 2014. Uh, niks is daarvan terechtgekomen. Dus dat is ja, één uh, leugenparcours. Uh, en in die context vind ik het wel verbazend dat als ik dus de trein neem, 1 op 10 mensen daar nog steeds voor die partij stemt. En het is mijn innige wens dat uh, dat het zondag op zijn minst de helft zal zijn en die RTL-peiling dus wetenschappelijk op niets gebaseerd is. Ja, maar klas, je hebt niet goed opgelet tijdens de campagne. Want de VLD gaat het morgen doen werken. Hè? Dus de afgelopen 25 jaar moet je vergeten. Maar morgen gaan ze het echt doen. Hè? Yeah. Niet gewoon doen, maar morgen doen. Ik begrijp, ik begrijp dat ze liever naar het verleden kijken, naar de toekomst. Nee, maar ik zei het eigenlijk een beetje bij wijze van grap. Als ik de afgelopen week bekijk. Ik denk wat voor ons pertinent belangrijk is. Is vooral het, het, het landbouwprotest dat zich er gisteren heeft gemanifesteerd. Ja. Waarbij toch eigenlijk La Flandre profonde. Uh, op straat is gekomen en bijzonder luid alarmsignaal heeft geslaakt. Mogen niet vergeten, die boerensector. Dat zijn dus al onze koelkasten, dat zijn al de rayons van onze winkels. Uh, dat is onze voedselzekerheid. Dat is een bijzonder belangrijke strategische sector. En die mensen wordt het leven ja, hallucinant moeilijk uh, gemaakt. Je hebt de kalenderlandbouw, je hebt nu het stikstofdecreet, je hebt de, het nieuwe mestactieplan. Um, je hebt ja, de teeltrotatie, de, 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 de regeltjes die die mensen opgelegd krijgen. Dat is zo hallucinant. Ik ken heel wat boeren van zeer nabij. Je moet ook niet vergeten dat één op drie landbouwers leeft onder het bestaansminimum. Wij, wij moeten ons dat eens proberen voor te stellen. Dat je om vier uur s'nachts opstaat en om één uur s'nachts in je bed kruipt, ganse dag hard werkt en op het einde van de maand niet rondkomt. Dat is hallucinant. En ondertussen zitten onze politici vrijhandelsakkoorden af te sluiten met de Mercosur. andere kant van de wereld, Mercosur, waarbij onze boeren moeten concurreren met landbouwers die heel uh, veel lagere normen moeten gaan hanteren. En wij dus eigenlijk de concurrentievervalsing zelf uh, aan het organiseren. Ja, dat, is, dat is dramatisch en dat gaat dat mij, uh, mij echt naar de keel, we weten ook. Ja. Mag ik hier iets uitpikken? Want je hebt inderdaad heel veel pestmaatregelen opgenoemd die gekant zijn tegen onze boeren. Er zijn er veel. Je kent ook een aantal boeren vanuit, vanuit Beersel zelf. Je bent er ook mee in de media gekomen, niet alleen jezelf. Uh, want je hebt een protest mee georganiseerd ten, ten voordele van die boeren, of om ze te steunen. Maar uh, uw kameraad uit Beersel, uw landbouwkameraad, had ook een heel specifieke uh, problematiek opgenoemd ten aanzien van uh, bosbeheer. He. Hoe zit dat juist? Ja, wel, bij, ons heel, bij ons heel concreet uh, is er nu het project van de Brabantse Wouden, waarbij men een bebossingsproject wil organiseren van 10.000 hectare. Dat, is, dat zijn uh, 15.000 voetbalvelden om u een idee te geven, um, waarbij men dus ja, he hele verschillende bossen wil, wil gaan met elkaar uh, verbinden en daarbij een landbouwgebied gaan innemen, opkopen en zo nodig zelfs uh, onteigenen. Hè? Dat zegt Demir ook letterlijk in schriftelijke antwoorden. Mm. Uh, als het niet goed schiks kan, dan gaat het kwaad en dan gaat men over tot onteigening. We stellen ook vast dat, uh, ondanks dat het feit van de Brabantse wouden nog maar enkele maanden bezig is, er nu al voor 11 miljoen euro... Uh, door ANB is gekocht aan, aan landbouwgrond. Dus het Agentschap Natuur en Bos, dus de belastingbetaler. Dus eigenlijk ja, de facto uh, vehikel van de NVA, want dat is het wel vandaag, die dus met belastingsgeld volop landbouwgrond aan het opkopen is. En daardoor ja, een bijzonder vruchtbare sector uh, aan, het, aan het doodknijpen is, daar eigenlijk broodroof op aan het plegen is. En dan gaat je zeggen: ja, maar waarom verkopen die landbouwers die landbouwgrond? Ja, omdat het hun eigendom niet is. Zij pachten die. Dus uh, men gaat onmiddellijk naar de verpachter. En normaal gezien heeft bij een verpachter, ik weet dat het technisch wordt, gaat, is er bij een verpachter voorkooprecht door degene die het, de grond pacht. Maar niet bij bebossing. Hè. Men heeft dat pachtdecreet hmm. zo in elkaar gestoken dat wanneer het over bebossing gaat, uh, dat dat niet geldt. En dus ja, die mensen eigenlijk volledig worden uitgeschakeld. En dat was ook de reden waarom we daar toen. Uh, Afgelopen week actie uh, hebben gevoerd en ook zeer succesvol, want bijzonder veel boeren zijn erop afgekomen. Ja. ja, dus langs de ene kant ANB en die, um, die landbouwgrond uh, opkoopt, maar ik was tot voor kort um, steunend um, lid van Natuurpunt, ik ben ermee gestopt, maar er is aan de andere kant ook uh, Natuurpunt natuurlijk, die veel subsidies krijgen en die ook eens landbouwgronden natuurlijk opkoopt. Dus Absoluut. Wacht, uh... En, en ja, ja, absoluut, want het is eigenlijk bijzonder cynisch wat er nu aan het gebeuren is. Uh, dus er is in februari, na het, na het boerenprotest, een overeenkomst gekomen tussen de Vlaamse regering en de landbouwsector, waarbij Jan Bon zei, wij stoppen met het opkopen van landbouwgrond met overheidsgeld tot oktober. Dus tot de gemeenteraadsverkiezingen. Zeer toevallig. Maar, anderzijds, doet Natuurpunt het nog wel. Want dat is zogezegd geen overheidsgeld. Kijk even naar het jaarverslag van Natuurpunt. En dan zal je zien dat het gros van hun inkomsten allemaal subsidies zijn. Dus zij werken eigenlijk onrechtstreeks wel met overheidsgeld. En zo zorgen zij er dus voor dat eigenlijk die overeenkomst die in februari is gesloten, ja, eigenlijk sluiks. Uh, dat daar wordt word rondgegaan om, om toch met overheidsmiddelen wel degelijk landbouwgrond uh, in te pikken met belastingsgeld. En mensen weten dat vaak niet. Mijn ouders zijn ook lid uh, van Natuurpunt. Ik heb u nu aangege aangegeven van dat uh, niet langer te verlengen, omdat dat eigenlijk een ja, bijzonder cynische uh, organisatie is die onze voedselzekerheid uh, hypothekeert en eigenlijk een dolk in de rug steekt van onze moegeterde landbouwers. Ja, we zeggen hier natuurlijk heel veel over wat er momenteel misloopt. En daar kunnen we ongetwijfeld nog een, een uur of meerdere podcast mee vullen. Omleggen. Ja, oh, jezus. Ja, oké, okay, bon. dat is voor in de, voor de trailer, Jonas. Uh, de slechte grapjes. nee. Maar even terug naar de kern. Ja, er loopt heel veel mis. Er is heel veel slechte regelgeving. Wat zat er dan na 9 juni? Stel, Vlaams Belang voert mee het beleid, zit in de regering. Wat moet er dan na 9 juni gebeuren met de stikstofregeling? En al die andere regelgeving toe ja, koers. de stikstofregeling begint eigenlijk in Europa. Ja, ja. Dus uh, in 1994 heeft men de Natura 2000 uh, gebieden afgebakend, waarbij men eigenlijk aan de verschillende lidstaten heeft gevraagd, ja, uh, baken daar eigenlijk uw natuurgebieden af. En Vlaanderen is daar zeer uh, enthousiast in geweest, overijverig, want er waren geen juridische repercussies, daar waren geen juridische gevolgen voor. Maar natuurlijk, dat begint altijd met een klein kiempje, Maar op het moment dat uh, de tijd uh, verstrijkt, gaat men daar allemaal juridische consequenties aan verbinden. En wat heeft Vlaanderen gedaan? Ze hebben op basis van die Natura 2000 eigenlijk strengere regelgeving gaan maken in Vlaanderen. Waarbij ze zeggen ja, die stikstofdepositie stik stik moet zo en zo hoog zijn. Uh, en daardoor is er nu op een bepaald moment een rechter geweest, de Raad, bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen die aangegeven heeft, ja, je haalt dat hier niet, dus die stikstofdepositie is te hoog, uh, en dus kunnen die vergunningen hier niet meer uitgereikt worden. Dus het is eigenlijk Vlaanderen die zichzelf daar ja, de das heeft omgedaan door te overijverig te zijn. Want als je bijvoorbeeld naar uh, Roemenië, Bulgarije gaat, die hebben juist dezelfde Europese regeling, maar die hebben hun wetgeving daar niet zo... Uh, streng op verfijnd als Vlaanderen dat heeft gedaan. Dus onze overijverigheid heeft er nu voor gezorgd dat onze, dat onze boeren eigenlijk ja, uh, ja, gebroodroofd, gebroodroofd worden. En eigenlijk zelfs binnen Europa ook uh, aan concurrentievervalsing, met concurrentievervalsing te maken krijgen. Ik weet dat het technisch is, maar dat is, dat is dus maar, de realiteit. Is het nu misschien ook een klein beetje. Ja, het de typische korte termijnsdenken van, uh, van de wedstrijd. Dus in 2019... Nu, nu is het over een groot thema, voor deze verkiezingen. En, uh, er is heel veel over gesproken in de media. In 2019 stond het in geen enkel programma. Dus in, in de jaren 90 en begin jaren 2000. Hey, men doet dat maar wat. En dan uh, vergeet men gewoon dat dat natuurlijk 20 jaar later terug op je bord kan komen. Hey. En ik wil daar misschien ook aan toevoegen. Ja, je had Bulgarije aan, Roemenië... Duitsland heeft ook veel minder um, strenge stikstofregels. Dat komt natuurlijk ook zo, omdat die natuurgebieden die daar in die landen zijn, één veel groter zijn, twee veel meer ja, geografisch afgebakend. Je hebt natuurlijk het Zwarte Woud in Duitsland, dat zit in het zuiden. Bij ons zitten de natuurdomeinen allemaal versnipperd, omdat Vlaanderen nu eenmaal een heel verstedelijkt gebied is. En dan natuurlijk, als je dan één um, figuurlijke koetsgeet um, laat, dan kom je al heel snel in de buurt van een natuurdomein in Vlaanderen. In Duitsland is dat natuurlijk anders. Daar heb je. Uw pockets van uw industrie, uw pockets van uh, landbouw en, en uw pockets ja. van uh, natuur. Maar, maar dat, is, dat heeft dus als gevolg dat Vlaanderen eigenlijk heel sterk benadeeld wordt en eigenlijk gediscrimineerd wordt. Ja, 60% mm -hmm. van de stikstof komt ook uit het buitenland. Vlaanderen ja, is, eigenlijk, is eigenlijk een dal. We worden ook, de landbouwsector wordt gediscrimineerd, benadeeld ten opzichte van de industrie. De, de normen worden 40% zo hoog um, gelegd. Het is, het is een totale rechtsonzekerheid waar dat die mensen in... In, in, in zitten. Averboden is daar natuurlijk het, het voorbeeld. Ik ben het gaan bezoeken. Dus ik heb met die mensen gesproken. U moet zich dat voorstellen. In 2016 krijgen die een vergunning hè, om uit te breiden. En vijf jaar, op basis van die vergunning gaan ze naar de bank. En dat gaat over miljoenen uh, yeah. om te investeren. En vijf jaar later zegt men: zo, het is niet geldig. Je bent een, een rood bedrijf. Wat een vorm van rechtsonzekerheid Tuur. is, dat wij... Er is geen enkele sector waar de suïcide zo hoog ligt hmm. als bij de landbouwers. En dat is, verdorie ja. door het beleid van diegenen die er eigenlijk voor zouden moeten zorgen dat onze, onze boeren, onze landbouwers, onze voedselvoorzieners beschermd zouden moeten worden. Maar hier juist het omgekeerde doen. En ik denk dat ook een belangrijke factor in Vlaanderen is, dat wel eens wordt vergeten, is de samenstelling van het kabinet Demir. Dat allemaal met groene dogmatici zit. Zij heeft zich omringd met natuurpunters uh, en, 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 en klimaatwetenschappers uh, van het donkergroene uh, allooi. En dat vertaalt zich in het beleid. Dus normaal gezien is het een minister die beleid voert. Maar hier is het vooral het kabinet dat beleid voert. En zij eigenlijk de pop is die uh, aan het dansen wordt gezet. Ja. Dus uh, na 9 juni, terug naar de. Hoop voor de boeren, absoluut. Terug naar de tafel. En, ja. Okay. Is heel wat van de tafel smijten ook. Ja, ook nog één iets dat natuurlijk in heel dat debat speelt en iets wat er, vind ik, toch vaak wordt uitgelaten, dat is, is de boerenbond, hè. Ik vind, en we hebben hier een podcast gehad met Isabel Proost van Farmers Defence Force, zij zegt dat ook en de reportage van de VRT van was ook, was het, Pano inderdaad, ja, ja, die was ook duidelijk genoeg. Boerenbond handelt niet meer in het belang van de boeren. Want ze hebben ze als aandeel in KBC en natuurlijk Zet er het is een beide heel in. Ja, ja, ja. voilà, voilà. Ze hebben een volledig is, netwerk in handen. Voilà. Hè? Absoluut, ja, absoluut. Ja, inderdaad. Misschien eens overgaan naar het volgende ja, deeltje, ons. Oké. Ja, het ja. okay. um, ja, tweede inhoudelijke deeltje van de podcast is uh, de drijfveer. Drijfveer. Waarom, waarom, waarom? Waarom, waarom, waarom dat communautaire vuur? Voor Vlaanderen Vuur was ooit <laughs> een boek van een medewerker van ons, van, van Peter Lemmens. Maar nee, om, omwille van de eenvoudige vaststelling dat België gewoon niet meer. Functioneert. België is een historische vergissing. Elke historicus zal u dat ook, uh, zal u dat ook bevestigen, is destijds ontstaan uit geopolitieke redenen. Wij zijn een artificiële staat, waarbij twee uh, volkeren samen zijn gepropt, uh, maar eigenlijk geen enkele affiniteit, geen gemeenschappelijke zaken met elkaar hebben. We hebben een eigen. Media, we hebben eigen politieke partijen, we hebben een eigen taal, we hebben een eigen cultuur. We hebben een totaal andere werkzaamheidsgraad ook. Dus er zijn heel wat redenen waarom, dat we, waarom dat we best elk onze eigen weg eh, zouden gaan. Maar het politieke is natuurlijk wel het meest pertinente. Mocht inderdaad Vlaanderen en Wallonië uh, in zekere zin gelijk gestemd zijn uh, op vlak van, van, van politieke voorkeur, denk ik dat er wel heel wat mogelijk zou geweest zijn... Binnen, binnen België. Maar de constatatie dat dat niet lukt ja. uh, en niet zo is, ja, moet ons gewoon tot de conclusie brengen dat het best is om elk onze weg te gaan. En ik ga daar meteen bij zeggen: het confederaal project van de NVA. ik zou daarvoor tekenen. Als ik dat nu mag tekenen, ik teken dat onmiddellijk. Een maar, ja. maar, tuurlijk. Dus de splitsing van sociale zekerheid, de splitsing van de fiscaliteit, alleen Defensie blijft dan uiteindelijk nog federaal, als ik het goed begrepen heb. Ja, de implicatie daarvan is. Dat de Franstaligen dus op het groene knopje gaan duwen. voor een splitsing hè, van de sociale zekerheid. en eigenlijk daarmee. Ja, eh, uh, zichzelf ja, lostrekken uh, van de Vlaamse melkkoe. Juist, hè, dus in die, zin, in die zin gaan ze dat gaan zij nooit doen. Die Rupo heeft trouwens ooit gezegd. de dag dat er één euro van Wallonië naar Vlaanderen gaat, hoeft België voor mij niet meer. Dus je ziet hoe utilitair wij eigenlijk zijn voor hun. Hè, nous sommes tous de Belges. Ja, allemaal goed en wel, maar op het moment dat het hun 1 euro kost, dan hoeft het niet meer voor hun. Dus ja, op dat vlak zeggen wij, of zeg ik absoluut, dat, dat we best die Belgische boedelscheiding inzetten. En ik denk dat we daar ook een mooi traject voor hebben uitgeschreven op ons, op ons congres, dat veel verder gaat dan. Ja. Ja, maar ik, ik zou heel graag daar wat, wat dieper op ingaan, want de afgelopen campagne is er eigenlijk wel heel wat gepraat over het communitaire en dan met name over de. Eigenlijk ja, vaak karikaturen uh, die werden gemaakt van het Vlaams Lang programma. Hè. Men, men uh, heeft dat heel uh, lacherig beter gedaan over het wekkertje van, uh, van de Boma van, uh, van Tom van Grieken. Ja, hoe zit dat nu? In feite, echt, wat wil het Vlaams Lang nu, nu communitair? Hoe moet die boedelschijning op gang worden getrokken? Ja, het klopt alleszins dat er. Uh, sommige mensen vroeger in de Vlaamse beweging zaten die dachten: we springen hier uit ons appartement met een Vlaamse leeuw en die onafhankelijkheid die zal hier wel gerealiseerd worden. Nu, nu, nu en dan, en dan gaat het wel gerealiseerd worden. Nee. Maar anderzijds is de koudwatervrees die in Vlaanderen en ook vanuit de nva daarover uh, wordt, wordt gecommuniceerd wel, wel hallucinant. Wij zijn. Absoluut niet zo uniek. Uh, er zijn heel wat onafhankelijkheidscasussen geweest in de afgelopen decennia. In 1945 waren er wel geteld 74 staten in de wereld. Vandaag zijn er 195, 195. 195, dat is plus 121 in de naoorlogse geschiedenis. Dat is meer als verdubbeld. En hoe zijn die gerealiseerd? Niet inderdaad door met een vlag uit een gebouw um, te springen of een of ander plein te bezetten. Die zijn bijna altijd gerealiseerd. Door soevereiniteitsverklaringen, door de stappen die het internationaal recht ons voorschrijft, te volgen. En dat is ook wat wij gaan doen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft zich intussen al verschillende keren uitgesproken over onafhankelijkheidscasussen, onder andere in het kader van Kosovo, in het kader van Refapartissie, het arrest Refa Montenegro. Partici, Montenegro. Waarbij zij zeggen eigenlijk het internationaal recht verbiedt geen eenzijdige onafhankelijkheid. Zij verbieden dat niet, maar ze moeten op twee voor, aan twee voorwaarden voldoen. Eén, het proces om die onafhankelijkheid te voltooien, die moet democratisch verlopen. Dus referenda, democratische verkiezingen, een soeverein parlement. En twee, het staatsmodel dat men nastreeft moet democratisch zijn. Dat zijn voorwaarden die hier allemaal ingelost worden. We hebben een Vlaams parlement dat soeverein is, dat gelegitimeerd is, dat bij vrije verkiezingen wordt georganiseerd en dus met andere woorden bij machten is. Om zich soeverein te verklaren. Jij wil iets zeggen, Nee, 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 vertel maar verder. En bon, het lijkt mij ook nog wel een evidentie dat als twee onafhankelijkheidspartijen. En als je de peilingen mag geloven, uh, zal dat ook het resultaat zijn. Als twee onafhankelijkheidspartijen de meerderheid halen in het parlement. lijkt het mij ook de evidentie zelf dat zij die onafhankelijkheid ook gaan realiseren. Wij zitten nu. Uh, bijna aan 200 jaar België. Hè? Dus de bicentenaire, die komt, er, die komt er aan. De historische kans die, die we nu gaan hebben, die zal wellicht uniek zijn in de geschiedenis van België en van de Vlaamse beweging. Nooit eerder in 194 jaar België hebben die twee Vlaamse nationale partijen een meerderheid gehaald. Ik volg het al bijzonder lang en ik heb dat altijd zien opschuiven. Ik heb nog geweten dat we samen de V-partijen dan, de Volksunie en het Vlaams Blok. Uh, die haalden dan uh, in, in de jaren 80 samen goed en wel 10%. Wel, nu zit dat aan 50%, dat is een vervijfvoudiging. Eigenlijk op een bijzonder, relatief, uh, op een, op ja, een korte relatief termijn. korte uh, periode. Dus we komen nu op een uniek, uniek, uniek punt. waarbij we die onafhankelijkheid ook gaan moeten grijpen. Want wat gaat er in 2029 gebeuren bij de volgende verkiezingen? Gaan die twee partijen dan nog altijd even sterk staan? Ik weet het niet, het kan zijn van wel, wel. Maar voor hetzelfde geld is het niet zo. Dus we moeten dat uniek moment grijpen. Want anders zijn we weer vertrokken uh, voor, voor zoveel jaren uh, in België. Waarbij we eigenlijk als Vlaming niks te zeggen hebben over het eigen beleid. En we geconfronteerd worden met uh, de grieven en de wil. Van, uh, van de linkerzijde in Wallonië. En over momentum gesproken, het blijkt ook uit de, DPG, de grote DPG-peilingen, want het zijn niet zomaar enkele duizenden mensen die van daarvoor Vlaanderen. zijn ondervraagd, maar inderdaad, de staan van Vlaanderen, 1,2 of 1,3 miljoen mensen die eraan deelnamen. Het, uh, ja. het raakvlak voor Vlaamse onafhankelijkheid is ook heel groot, groter dan ooit allicht, boven de 40 procent. Dat is uiteraard nog geen 50, maar goed, dat komt al in de buurt. Maar uh, misschien nog even terug naar, naar de VB-strategie rond, rond communitaire onafhankelijkheid. Heb ik dat eigenlijk goed op? Dat het communautaire programma en de communautaire doelstellingen van het Vlaams Lang hetzelfde is als dat van de n twintig jaar geleden? Ja, absoluut. Eigenlijk wel. Hè. Dat is ook zo. De NVA is ook echt begonnen als een onafhankelijkheidspartij destijds. Dat was ook het, schies, het schisma. Uh, en de ouderen vandaag herinneren zich dat wellicht nog. Tussen enerzijds en Anciot en anderzijds Bourgeois bij de Volksunie. Waarbij Bourgeois echt wel die onafhankelijkheidskurs aanhield. Maar ja, onder uh, toedoen van de Wever is dat dan weer gewijzigd naar het, uh, naar het confederalisme. Als je het parcours van die partij, partij bekijkt, he, is daar ook wel al heel zwaar hè? Uh, he. en, en, en nu wilt hij eigenlijk nog eens veranderen van, van strategie. Uh, bon, hij heeft in 2007, 2007 heeft hij ook al federaal geprobeerd. In mm -hmm. 2010 heeft hij het Geprobeerd in 2014, had hij 33% van de stemmen, heeft hij alles in de koelkast gestoken. In 2019 heeft hij het nog eens geprobeerd met Magnet. Het is niet um, gelukt. En nu de, in 2024 gaat hij het nog eens proberen. En wat zegt Sander Lones, ondervoorzitter van de NVA, afgelopen weekend in een uh, interview in Doorbraak. We gaan het nu nog eens proberen. En als het niet lukt, dan gaan we van strategie. Veranderen. Dus met andere woorden, dan gaan we misschien toch de, de VB-strategie uh, volgen. Het is nu niet de tweede, niet de derde, maar de zesde keer dat die partij als, uh, als een wilde ezel tegen die steen gaat stoten. En ik geef het u op een blaadje, het, het, het gaat gebeuren. Hè? Uh, gaan die, Ze gaan die doen. federale participatie, de wever heeft ooit gezegd, als er één ding is... Waar ik mijn geloof definitief in, heb verloren, in ben verloren, dan is het de participatiestrategie. Dus federaal participeren om zo voor Vlaanderen autonomie, zelfbestuur, zaken binnen uh, te halen. Want we zijn vandaag veertien jaar later na die uitspraak en hij is nog altijd die federale strategie aan het proberen. Het is de wever die gezegd heeft in 2004, en dat maakt mij bijzonder kwaad... 2004 schrijft de Wever in een column dat men moet stoppen om onafhankelijkheid als chaos voor te stellen. Men moet daarmee stoppen, verdorie. Dat staat letterlijk in een van zijn columns. Als er nu één iemand is die vandaag de emanatie is ja. van die chaostheorie, dan is het wel Bart de Wever. Dus ja, ik ben, ik ben, ik ben daar bijzonder kwaad op dat iemand die Vlaamse nationale stemmen verzilvert... Die eigenlijk omzet voor een meta-pseudo-Belgisch verhaal, waarbij hij die onafhankelijkheidspartijen delegitimeert door iets te poneren dat hij vroeger verfoeide. En hij heeft het natuurlijk ook vorige week, als ik me niet vergis, gezegd dat uh, als ze een, een federale regering stappen. Die, die de cijfertjes op orde kan hebben, wat dat dan ook mogen betekenen, want de cijfertjes op orde hebben betekent nog altijd gewoon miljardentransfers, als het er niet meer zullen zijn om de cijfertjes Kenelijk, op orde te, te krijgen. Kennelijk we het erover om de Belgische begroting te redden. Ja, ja oké, okay, joepie, veel succes daarmee. En de Vlaming zal wel betalen. Maar als dat dan gebeurt, de begroting op orde, wilt hij wel natuurlijk ook weer het confederalisme. Parallel. Parallel, ik nodig iedereen uit om de citaten van Van de Wever de laatste weken en maanden daarover nu eens uh, op, op een rijtje te zetten. Dat is hallucinant. Geen enkele journalist doet de moeite Ik heb het op een rijtje gezet. Ja, wondermooi. Well, dus, uh, Bart de Wever is dit jaar 20 jaar partijvoorzitter. Hè, dus dat ja. hij gaat als een van de langsten. Ivan uh, de Vader had ook eens een, een analyse gemaakt. Uh, toen, uh, toen hij voorzitter uh, werd, had je nog uh, Bart, Somers en, uh, Bart Somers als, 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 als uh, VLD voorzitter Dat is echt een volledig andere tijd. Maar, n was in 2004 nog een heel heldere Vlaamse nationalistische partij en stond, uh, stond voor separatisme. Heeft een merkverandering uh, gemaakt in 2006, dan werd dat independentisme. Dat betekende hetzelfde, want nieuwsblad vroeg aan, uh, aan Bart Wever, ja, bent u dan nog altijd separatist? En dan antwoordde hij, dus, en ik citeer, ja, puur zang. Um, in 2010 was dat dan toch al iets anders. Nu je moet weten, maar ja, je gaat dat natuurlijk weten, Klaas. Uh, Open VLD en CD&V hadden tot op dat moment en nog iets later ook ja. zelfs in een programma confederalisme staan. En uh, ja, niet. Uh, in de jaren voor 2010 had uh, Bourgeois zelfs dat afgewezen als een rare oplossing, dat toch niet um, er, allee, realistisch was, omdat je dat moest onderhandelen met de, met de Franstaligen. En um, ja, onderscheidde hij zichzelf en zijn partij dus wel degelijk van dat confederalisme. Maar in 2010 zei Bart De Wever na, na, de, na dat letermen moesten um, aftreden. Ja, we moeten nu samen een Vlaams front vormen om dat confederalisme te realiseren. Dus het werd een, een, nieuwe, een nieuwe bocht. Uh, maar niet veel jaar later, en dat was al zo vroeg als 2013, nog maar drie jaar later, begon de bocht van Brakke. Veel mensen zijn dat al vergeten, maar dat was in feite het communautaire om ja. socio-economisch herstelregering. En ze hebben dat dan ook gedaan. Allee, enfin, dat, die socio-economische herstelling, er is niet zoveel van in huis gekomen. Bart de Wever noemde dat uh, in Humo vorig jaar ook nog de grootste teleurstelling ooit die regering. Maar bon, het confederalisme werd in elk geval succesvol in de frigo gestopt. Uh, die regering die, die viel dat wat uit elkaar hè. tijdens het, uh, het debat rond het Marrakesh-pact we 2019. Dan heeft hij opnieuw eens geprobeerd, dat was een Confederalisme Light. Het was geen echte, er werd geen fiscale splitsing ja, doorgevoerd. Door, door, ja. door, maar men heeft bij NVA ook die nota gepubliceerd. Daar staat geen grote splitsing van het land in, laat staan, een of ander grondwet. Uh, sorry, nee, nee, nee. internationaal rechtelijk verdrag tussen twee deelstaten, dus laten we het Confederalisme Light noemen. Dat is dan mislukt uiteraard. En dan hebben we 2022, dan werd het precies weer wat radicaler. Het was niet alleen confederalisme of niks. He, heeft hij zo op, uh, op tafel geklopt. Hij sprak toen ook over een institutionele atoombom. Dat is een beetje de SNL-methode. Een institutionele atoombom om de bevoegdheid rond energie eenzijdig, dus buitengrondwettelijk naar onszelf toe te trekken. Terwijl, um, Mouron natuurlijk dat in 1991 Just. succesvol heeft geprobeerd met de, met de wapenexport. Maar dat werd dan weer snel vergeten. Ja, maar dat vandaag. is interessant, omdat eigenlijk dat verhaal even... Uh, inderdaad. Ja, ja, precies. Dus hij verwijt het Vlaams Belang. Ja, jullie zijn eigenlijk uh, buitengrondwettelijk uh, aan het fantaseren. revolutie, chaos... Ja. Maar heeft zelf een, een institutioneel atoombom ja, ja, ook het En nu wil hij premier worden ja. van een Opnieuw weer een, een mini-kabinet die dan parallel misschien Even een kabinet, zakenkabinet. Het is een redelijke dus rollercoasterfeit. Ja, de, de ja dan moet de de er een federaal mini-kabinet worden. Dan is het, daarna is het dan weer: nee, er moet vanuit de gemeenschapsregering eigenlijk. de vissers moeten dan uitgestuurd worden. Ja, we hebben al inderdaad van, van alles gekregen met, met Bart de Wever. Ik zie, daar, ik zie daar geen lijn meer in buiten één zaak. dat is gewoon de macht om de macht. Uh, datgene wat hij zo zegt te verfoeien, is hij eigenlijk zelf uh, geworden. In die zin. Uh, ja. Kan het zijn dat het verkiezingspraat is? Want ja, men heeft nu. Bart de Wever zijn definitieve nee als dusdanige bestempeld, maar goed, als elke andere politicus iets twee weken voor de verkiezingen zegt, dan zegt iedereen Japan. Bon, dat zijn hier dure beloftes voor de verkiezingen. Na de verkiezingen zal er wel iets anders eh, klinken. Kan het zijn dat De Wever zijn karikaturen over de communautaire strategie van het Vlaams belang gewoon kadert natuurlijk in de verkiezingen en en um, de bedoeling hebben om zoveel mogelijk kiezers nog binnen de NVA-stal te houden hè? Met, met het goedkoop retorisch trucje van ja, een stem op het zo zang is een nutteloze stem. Ja, maar ik denk dat je daarmee toch wel de kiezer en de kijker onderschat. Mensen zien toch en horen toch wat ze, wat ze zien. Als je op een paar weken tijd totaal verschillende zaken zegt die vaak ze zichzelf zelf tegenspreken, ja, dan kom je toch in een hmm. probleem van geloofwaardigheid. Een politieker die verkoopt geen vlees, die verkoopt geen brood, die heeft maar één ding in zijn etalage staan en dat is geloofwaardigheid, integriteit. Als dat verloren gaat, en de kiezer heeft dat door, en ik denk dat dat een van de essenties is waarom het NVA het nu slechter doet in de peilingen, is omdat zij geloofwaardigheid verloren zijn. In 2013 heeft de Wever gezegd, wij gaan niet in een regering, nooit Jamais, zonder het confederalisme. Hij ging nooit met de, nooit met de socialisten in Antwerpen in zee gaan. Er is geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt, hij heeft het allemaal wel gedaan op de duur. Op de duur. Uh, hebben de mensen het ook wel door en word je daar ook wel op afgestraft? Nu is gewoon wat voor mij de essentie is Vlaams. Hoe vallen de zetels daar? Want politiek is soms ook gewoon wiskunde. We vallen daar op uh, 9 juni, zondagavond, die 63 zetels in dat Vlaams parlement. Het Vlaams parlement heeft 124 zetels. De helft plus 1 is 63. Uh, dus uh, als die vallen. Dan denk ik echt dat je, dat je ruimte hebt om, om iets te kunnen verwezenlijken. Maar dan zal uiteraard wel ja, de bal in, in de, het kamp komen van de NVA. En ik durf een voorspelling doen. Die denk ik zelfs nog um, niet zo gedurfd is. Als de NVA onder de 20% duikt. Uh, dat Bart de Bever zondagavond of maandag ontslag neemt. Er een andere voorzitter komt. En je in een totaal andere constellatie komt. Wat betreft de neen. Die momenteel bij, uh, bij de NVA te horen is over samenwerking met het Vlaams Belang. Het tweede element daarbij is natuurlijk ook waarom zegt de NVA nu nee, nooit met het Vlaams Belang, we gaan het niet doen. Ja, om zuiver strategische redenen natuurlijk. Ze hebben gezien wat er in Nederland is gebeurd met de VVD. Dus daar heeft de VVD, de Liberale Partij, aangegeven. Ja, misschien wel met Wilders. Hebben ze voor de verkiezingen gezegd. Waardoor je eigenlijk tegen die. Kiezer die twijfelde tussen het Rechtsliberale ja. VVD en de PVV. Zegt: ja, ik ga voor de PVV stemmen. Want nu wordt het echt een nuttige stem. Ze gaan uh, kunnen regeren. Er zijn potentiële coalitiepartners. De NVA heeft daar goed naar gekeken. En op basis daarvan hun strategie gewijzigd en gezegd hebben: nee, we gaan gewoon zeggen, op voorhand we doen de deur toe. Maar. Uh, de, de, de Bart de Wever voor de verkiezingen, of vooral de NVA voor de verkiezingen en de NVA na de verkiezingen, is een wereld van verschil. Dat is de totale Janus. Ja. Ik ga er nog geen contradictie uit um, pikken. Hij heeft tenminste contradictie van, van de Wever. De Wever heeft al jaren gezegd: ja, een stem op van Zang is een stem op de PS en een stem op Vival. Hoe dat dan precies werkt, dat is nog, nog iets anders. En tegelijkertijd in het conclave, het ja. befaamde wekkertje van de Boma is intussen bekend. Maar in het conclave heeft hij ook gezegd dat hij wel heel graag een meerderheid zou hebben met van Zang want ik kan dat als spreekhuizer. Of als hefboom gebruiken tegen Vivaldi. Uh, dus ja, wat is het nu? Is de stem van Vlaams Belang een stem dan tegen Vivaldi? Of is de stem, uh, ja, dat ja, klopt inderdaad niet. Op zijn eerste verhaal van hij zegt ja... En, hij heeft het gisteren denk ik weer gezegd. Of was het deze ochtend op Radio 1? Ja, een stem op Vlaams Belang is de beste... Uh, is, de, is de rechtstreekse deur... Richting Vivaldi 2. Maar als je gewoon uh, de, de zetelverdelingen bekijkt, is dat een pertinente leugen. Ja, en geen enkele journalist pakt hem daarop. Als dat je gewoon naar Vivaldi vandaag kijkt, de zetelverdeling, de peilingen, dus en daar de zetelverdeling bij neemt. En je telt Les Engagés erbij, dan hebben zij 84 zetels. Terwijl ze er maar 76 nodig hebben. Dat is een relatief comfortabele meerderheid. Zelfs als NVA en Vlaams Belang elk 25 of 27 procent halen, dan kan Vivaldi met Les Engagés ook nog verder gaan. Federaal zijn wij altijd de sigaren als Vlamingen, om de eenvoudige redenen. De Kamer is opgedeeld in 150 zetels. Er zijn 61 Franstalige zetels en er zijn 89 nederlandstalige zetels. Dat betekent dus dat die Franstaligen eigenlijk maar 15 nederlandstalige collaborateurs nodig hebben om, om federaal te kunnen, te kun, te kunnen regeren. kunnen zij altijd als presenteren. Zij durven over de partijgrenzen heen zeggen kijk, als Franstaligen zijn we... Ja, zij vormen zij dat front. Voor de verkiezingen lijken de MR en de PS de grote aardsvijanden, maar na de verkiezingen uh, kruipen die terug met elkaar... Uh, in, in, in bed. Dus ja, Gansat Vivaldi-verhaal, uh, stem voor het Vlaams Belang is een stem voor het Vivaldi, is een zuivere strategische koers uh, van, van de NVA omwille van hun eigen electorale uh, redenen. En in die zin verwijt ik uh, hem dat niet, maar ik weet wel wat erachter schuilt. Nog één uh, contradictie, want hij uh, heeft zo gezegd, De grote gezegd, ten aanzien van Vlaams Belang, heeft ook in het conclave en elders ook al nog maar eens herhaald, als jullie me uitsluiten, federaal, en dit dan ten aanzien van de systeempartijen, dan ga ik niet met jullie in zee. En ja, wie moet er dan wel, met, wie moet er dan wel in zee gaan worden? Dat is dan toch natuurlijk het Vlaams lang. Of zie ik dat nu verkeerd? Nee, eigenlijk zegt hij daar nog een zinnetje bij. Hij zegt, nee, los het dan maar zelf op. Dan moet je het met de PvdA maar gaan oplossen. Of moet gelden een coalitie moet gelden een coalitie Als er een v tommeerderheid is, valt het niet anders op te lossen. dan Als de n dan zegt, ja, niet... En er is een V-zetelmeerderheid, VZ dan kan er geen andere regering ja, voor. Dan, dan zegt hij eigenlijk: Ik ga in de oppositie en ga helemaal met Vlaams Belang. <laughs> uh, ah ja, ja, maar hij weet dat dat natuurlijk totale science fiction is. En daardoor heeft hij een bijzonder sterke onderhandelingspositie eh, federaal. In die zin is het wel frappant dat, mensen, dat iemand als Ongena of Medi, wanneer die vraag wordt gesteld. Uh, ga je in een federale regering zonder Vlaamse meerderheid, die daar niet bevestigend op kunnen antwoorden? Vanzichtig. Ik vind dat hallucinant. Herman Van Rompuy, Yves Le Terme, die hebben destijds gezegd. Uh, een regering zonder meerderheid in Vlaanderen federaal, hmm. die zullen wij kampen van de pannen tot op grimbi. En vandaag zegt die partij: ja, uh, als het maar als het is om niet om een kasteel te gaan zitten, dan gaan we dat, uh, ja, gaan we dat het, toch doen. Het centrum heeft precies een Belgische bocht gepakt. Hè. Vroeger had je toch ja, nog wel precies. Precies. uitgesproken iets Salud. of wat. Vlaamse reflex, het zit in principe in theorie, goed, dat is nu heel theoretisch geworden, in de naam VLD, hè. de Vlaamse Liberalen en Democraten, en bij CD&V ChristenDemocraten en Vlaams. Men heeft dat dan nog zelf als, als opzettelijk accent erin gestopt, met de naamverandering van CVP naar, naar CD&V. Waar is dat naartoe, en waarom zijn die zo... Belgisch, allee, belgischistisch, of, eh, nu toch zeer pro-federaal, vroeger had men confederalisme ja, bij de partijen. Ja ja, ja, ja. Simpel, onder Medi bij CDMV is het uh, positief confederalisme, ja, want ja. dat was het voorheen bij de CDMV. Dat is ook meteen naar de deur verwezen. He. ja, VLD, oké, okay, ze Al zeggen het niet meer. Mee, ja, ja ik, ik denk dat de persoon Medi daar wel een heel belangrijke figuur in is. Ik denk met Koens, die toch ook nog een Vlaamse reflex had. En Kravits. Uh, absoluut. Vandaag nog, trouwens nog in het laatste nieuws. laat zij wel haar Vlaamse reflex nog zien. Maar je ziet daar een zeer groot. Uh... Ja, die heeft tegen het programma uh, gekozen, in die, uh, die, die stem yep. de juist, van de regering. van de tjus. Ja, nee, dat wist ik. Dus de, de vraag stond voor koftaalisme of niet of zo. En dus dat staat uit het programma van de CDV, de vits heeft gewoon openlijk uh, tegen het programma. Um... Ja, wij, dat zie je daar. Zij heeft ook al gezegd: federaal mogen we geen regering vormen. We moeten inderdaad vanuit de deelstaat samen gaan zitten over wat we nog samen willen doen. Dus ja, wat zij daar vertelt, is inderdaad een, een co-federaal verhaal. En. Ik kan het allemaal steunen, maar de, ja, nogmaals, de implicatie uh, of de consequentie daarvan is dat die Franstaligen ooit gaan stemmen voor een splitsing van de sociale zekerheid nee. en de fiscaliteit. Dat gaan zij nooit Zijst. doen, dus okay. zullen we het unilateraal eenzijdig um, moeten doen. Dat is, dat is, dat is een, een logische conclusie. Okay. We gaan eens overgaan naar het, het laatste deeltje van onze podcast, en naar is de Publiekstrekker. Publiekstrekker. Drie vragen van het publiek voor onze gast. Een eerste vraag die komt van Frederik en Frederik vraagt: de verbrusseling van de Vlaamse rand brengt die dan ook veel criminaliteit met zich mee? Wel, uh, je zou denken dat Antwerpen um, of andere grootsteden in Vlaanderen de hoogste criminaliteitsgraad hebben. Nee, dat is het arrondissement halve de... Wij zitten het hoogste opvlak van auto-inbraken en het hoogste op vlak van woning-inbraken per duizend uh, inwoners. Dus ja, bon, En ik moet daar ook geen tekening uh, bij maken. Ik heb nu de cijfers uh, opge opgevraagd bij minister uh, Verlinde. Wij hebben een heel hoge populatie van vreemdelingen die uit, de, die uit Brussel richting Rand uh, komen, of in Brussel wonen en natuurlijk hun criminele feiten in de Rand rond Brussel um, plegen. En ja, de criminaliteitsgraad uh, ligt bij vreemdelingen, bij niet-Europese vreemdelingen, een pak hoger. Uh, Je hebt we het hebben, over de stoute mohammedjes, hè? Uh, he? ja, <laughs> ja, het is, het is een, een boetade, maar ze is ook gewoon cijfermatig... Te, te verifiëren. Hè. We, we hebben nu vastgesteld Marokkanen worden blijkbaar 16 keer meer dan Belgen uh, verdacht en zijn 16 keer meer betrokken bij diefstallen of afpersing dan, dan Belgen. Uh, het is Sven Marie die letterlijk, uh, dus strafpleiter Sven Marie, die zelf zei onlangs uh, in een krantenartikel dat uh, 70-80% procent van de gevangenisbevolking... Niet-Europese vreemdelingen zijn. Dus wij zwaaien vaak met um, het gegeven dat 40% van de ja. gevangenisbevolking niet-Belgen zijn. Ja, kijk, dat is eigenlijk, eigenlijk een, een bijzonder brave conclusie. Weten dat er heel, heel veel nieuwe Belgen tussen zitten. Als je echt die demografische realiteit van die gevangenisbevolking gaat bekijken, zit dat veel hoger en kom je acht op aan 8 op 9 uh, op 10. Maar dus als de vraag is dat de verbrusteling van, van de Vlaamse ranten... Het uh, probleem is dan is dat absoluut zo. Twee op drie kinderen groeien op in een anderstalig gezin. U, kan u zich dat voorstellen? In 19 gemeenten rond Brussel is er minder dan één op drie kinderen die nog opgroeit in een gezin waar Nederlands wordt gesproken. Dat heeft natuurlijk repercussies op het onderwijsniveau, dat heeft repercussies op de sociale cohesie, verenigingsleven. Ook die druk vanuit Brussel zet ongelooflijk veel uh, druk op de vastgoedsector, woningprijzen uh, die omhoog gaan. Het verdwijnen van, van open ruimte en zo verder en zo voort. Dus het is mijn absolute strijd om daar, om daar iets tegen te doen. Ik ben blij dat Vlaams-Brabant zo'n goede voorvechter als u heeft. Een um, tweede vraag over Vlaams-Brabant is een van Luc. En die zegt, ja natuurlijk Vlaams-Brabant, niet de makkelijkste provincie. Jullie hebben op te boksen tegen figuren als Franken, Medi, eh, Gunnar Rutten ook. Zie je het zitten, vraagt Luc. En zie ik het zitten? Ja, absoluut. De peilingen bewijzen dat ook. De laatste peiling, er is één Vlaams-Brabantse peiling geweest, waarin we 26% halen. En dan stel je wel vast dat dat merk Vlaams Belang buitengewoon sterk is. Want inderdaad, Franken en Wijts, u zegt dat terecht, die hebben veel meer mediapenetratie dan ik zelf. Ik denk als ik in Vlaams-Brabant rondloop, kan ik nog bijzonder anoniem door de koolruit toeven. Uh, zij kunnen dat niet, dus zij hebben een zeer grote bekendheid en een heel hoge mediapenetratie, maar zij zijn één ding verloren, dat ik daar juist al aangehaald heb, en dat is die geloofwaardigheid. En als je op het moment dat je die verliest, en die hebben wij nog altijd wel, tot nader oorlog als het je in belang... uw pyjama of in uw ondergoed natuurlijk voor de klas komt te staan, dan... Uh, dan uh, ja, ja, dat veel heeft een, <laughs> Ja, ik denk dat hij daar inderdaad een, uh, op zijn zacht gezegd, inschattingsfout heeft gemaakt. Er was Boucher die, uh, die zei van, ja, hij vroeg dan aan, aan, aan Weids, en waarom, waarom heb je dat nu gedaan? Ik heb hebben daar niet over nagedacht? Ja, maar ja, ik ging in mijn pyjama omdat ik ook echt zo slaap. En hij zei ja, je hebt geluk dat, ik, dat je dat niet slaapt, gelijk als ik, want ik slaap naakt. Um, dus ja. Klinkt, ja. Ik meteen, bij een blinde test zou ik de woorden meteen in de mond van Boucher leggen, inderdaad. Um, ik heb uh, nog een laatste vraagje. en dat is een vraag van uh, Sophie. En zij vraagt, zou je zelf een ministerpositie ambiëren? Van rand, van, uh, ik heb daar juist gezegd dat je nooit opportuniteiten die op je weg komen mag afslagen. Dus ik denk dat dat eigenlijk een keuze is waarop je niet onmiddellijk het antwoord weet, maar eigenlijk wel. Elke keer als je een keuze moet maken in het leven, dan heb je zo twee mannetjes op je, op je schouder staan die ja en nee zeggen. En eigenlijk weet jij al na één seconde perfect wat je gaat doen. Maar toch laat je daar nog enige tijd over gaan om uiteindelijk toch naar de eerste mannen te luisteren. Dus ik denk dat het antwoord daarop affirmatief is, maar dan vooral uit verantwoordelijkheidsgevoel. Want ik besef ook wel dat daar... Ik kan zeggen, ja, minister worden, ja, dat is tof. En dat heeft zijn, uh, zijn voordelen, maar dat betekent ook wel een bijzonder grote private opoffering. Uh, uw leven wordt echt wel omhoog op stop gezet. Uh, er, is geen, er, is, er is geen tijd meer uh, voor sociale activiteiten en dergelijke meer. Dat is verplichting, verplichting, verplichting. Um, maar ik zal dat wel in het kader van het hogere doel, zal ik het, um, daar zeker en vast geen nee op zeggen. Dat okay. lijkt me een uh, heel altruïstisch antwoord. Linksbewust, al meer info zullen we na negen uur. Wel ja, ja inderdaad. Uh, het heeft nu geen nut om, uh, om heel veel te zitten rekenen en postjes verdelen. Verkiezingen moeten eerst gebeuren, yes, natuurlijk. Uh, prioriteit. Oké, okay, Klaas, hartelijk dank voor uw aanwezigheid hier in onze podcast. Het was een aangenaam gesprek. En ook voor u, beste kijker, hartelijk dank om te kijken of te luisteren. En wij zien u graag de volgende keer terug. Bedankt om helemaal tot het einde te luisteren. We hopen dat je het boeiend vond. Opvallend, dataonderzoek wijst uit dat de meeste mensen die onze podcast bekijken of beluisteren, niet geabonneerd zijn op onze kanalen. Dat is nogthans de beste manier om op de hoogte te blijven van nieuwe uitzendingen en ons te volgen. De beste manier om ons te helpen is dan weer deze uitzending liken. Intussen blijven wij zonder filter of taboes. Tot de volgende!